Hoi, mijn naam is George Arikel en ik ben een eerste generatie allochtoon. Ik ben erg ambitieus en ik wil mijn dromen waarmaken. Maar ik ben erachter gekomen dat ik vaak gediscrimineerd word op de arbeidsmarkt. Onderzoeken tonen aan dat er heel veel discriminatie en uitsluiting is, wat dus mijn ervaringen bevestigt. Maar er zijn ook allochtonen die extreem succesvol zijn geworden. Dus heb ik besloten om op pad te gaan. Ik ga in 7 afleveringen langs bij deze succesvolle allochtonen om te weten te komen hoe zij dat hebben gedaan. Zo hoop ik aan het einde van mijn zoektocht de kennis in pacht te hebben om mijn dromen waar te maken. Dit is Succes Allochtoon. Welkom bij een nieuwe aflevering van Succes Allochtoon. We zijn vandaag in Sassenheim. En het thema van vandaag is dat ik wil weten hoe ik succesvol kan worden in culturele en creatieve vakgebieden. En daarvoor ga ik op bezoek bij niemand minder dan Jurgen Rijman. Jurgen, hi. Dankjewel dat je even tijd wilde vrijmaken voordat je show begint. Je gaat hier zo meteen een theatervoorstelling geven. Klopt. Mijn programma heet Succes Allochtoon. Mm-hmm. Een van mijn dromen is ook om in theater wat groter te worden. Ja. En u bent daar een van mijn grote voorbeelden van, die het wel gelukt is. Waar ik wil beginnen is, u had in Suriname een restaurant. Ja. En daar deed u eerst comedy shows. Ja, ik ben in Suriname begonnen. Eigenlijk wist ik al als kind al dat ik eigenlijk iets met theater wilde doen. Maar ben toch gaan studeren in Rotterdam. Ik heb economie en rechten gedaan. En toen dacht ik van, toen ik terugging naar Suriname, in de houtbusiness eerst te gaan, dat ging niet goed. Toen ben ik een restaurant begonnen. In het restaurant begon ik mijn eigen dingetjes te doen, gewoon voor de grap. Begon ik een keer, zeg maar, comedy dingetjes te doen met wat vrienden van me. En dat ging zo goed dat eigenlijk mijn hele carrière uit de hand gelopen grap is geworden. Maar wat ik wel geloof is dat ik als kind al wist dat ik dit wilde doen. Dus ik wist toen al dat het mijn passie was. En omdat het mijn passie is, is het ook mijn beroep geworden. En dat is waar je naartoe moet zoeken. Als dus het moet wel je passie zijn. Het moet wel je passie. Als je vindt dat echt je ding is, dat je het echt wil, dat je het altijd hebt geweten. Ik wil op het podium staan, ik wil laten zien wat ik kan. Ik wil mensen happy maken, ik wil mensen laten lachen. Als je dat altijd hebt gehad, dan moet je het gewoon gaan doen en dan zie je dat het ook lukt. Heb je ooit podiumsangst gehad? Nee, dat heb ik niet. Ik heb wel een soort gezonde spanning die ik voel elke keer als ik op moet. Maar het is meer een soort van adrenaline rush van yes, ik mag weer. En weet je, kom op, zet je beste beentje ervoor. Maar als je podiumangst hebt, is dit niet het beste job om mee te beginnen. Ik ga volgend jaar de theater in. Mm-hmm. Volgens mij zitten we allebei bij George Fisher Productions. Ja. Ergens, ik hou van podium, ik hou om erop te staan. Maar anderzijds ben ik ook bang dat er iets misgaat. Wat kan ik daaraan doen? Nou, je moet het gewoon laten gebeuren. Kijk, dat is het probleem. Op het moment dat je bang bent dat iets misgaat, dan zie je al beren op de weg. Ja. Dus dan gaat dat je al tegenhouden om het beste uit jezelf te halen. Want je gaat steeds in je achterhoofd zitten, shit, dit moet niet fout gaan. Dus durf gewoon op je bek te gaan ook. Ga gewoon ervoor, spring gewoon in het diepe en ga ervoor. Want op het moment dat je voor jezelf barrières gaat opwerpen van ja, maar gaat dat wel goed en gaat dat wel goed, dan ga je onzeker overkomen en dan gaat het al niet werken. Ja. Dus je moet altijd onthouden, als je op het podium staat, is het jouw domein, jij staat daar. De mensen die komen kijken, die komen om naar jou te kijken. Die hebben hun tijd genomen om oppas te regelen, een kaartje te kopen, whatever. Zo, ze zijn hier gekomen van je te genieten en te zien wat je doet. Dus geef gewoon het beste wat er in je is en wees eerlijk in wat je doet. Wees eerlijk in je spel, wees eerlijk in wat je doet. En dan gaan mensen vanzelf met je mee, dan gaat er ook heel weinig tot niets fout. Ander iets waar ik het wel over hebben is, ik heb zelf heel veel discriminatie, racisme gezien. Mm-hmm. Op de arbeidsmarkt, op verschillende plekken eigenlijk. Ja. Hoe gaat u daarmee om en hoe is dat ook in de theaterwereld? En wat, als ik het tegenkom, wat kan ik het beste doen? Nou kijk, in de theaterwereld valt het in principe mee, omdat je creëert je eigen podium als je cabaretier bent of als je theaterwerk doet. Wat je wel merkt is dat bij sommige theaters nog zoiets is van ja, maar we hebben Jandino of Roué al, of we hebben dit al. Dus met andere woorden, we hebben al een zwarte geprogrammeerd dit jaar, waarom moeten we nog eentje hebben? Maar dat wordt steeds minder. Okay. En ik geloof ook van dat theater het vakgebied waar je het minst discriminatie en racisme zal tegenkomen. Omdat het een kunstvorm is die voor iedereen bereikbaar is, voor iedereen toereikend is. En iedereen wil ook zoveel mogelijk mensen naar het theater halen. Dus men heeft er ook een behoefte aan om zo gemêleerd mogelijk aanbod in het theater te krijgen. Zeker als je in een bepaalde buurt in de Randstad zit waar er meer allochtonen wonen. Kijk, als je naar Rode gaat, weet je, waar er alleen maar ja, blanke mensen wonen, zal het minder snel zijn dat ze zeggen, oké, we willen deze in een Turk zitten. Maar toch doen ze het ook. Mijn theatershow heet Voorbeeld Allochtoon Theatershow. Mm-hmm. Denkt u dat dat ook wit publiek trekt, behalve allochtoon? Ik denk het wel, want die willen wel weten hoe een voorbeeld allochtoon eruit ziet. Dus ik denk dat het zeker ook, ja, tuurlijk. Kijk, in die antwoord is je goed product, heb gaan mensen erover praten. Ja. En dan gaat het verkopen en dan gaat het om. En ik denk ook van dat, ook dat is iets,
je moet niet primair van racisme en discriminatie uitgaan. Kijk, ik geloof ook van, als je kijkt naar kansen op de arbeidsmarkt, daar ben ik heel eerlijk in. Vanuit onze cultuur leren wij vaak niet netwerken. Weet je, vanuit onze cultuur leren we vaak niet, zeg maar, jezelf te branden en jezelf te verkopen. Want we allemaal van huis uit mee leren, dat hebben Surinamers, Turken, Marokkanen, maar dat allemaal gemeen, Antillianen ook. Ja. Van, doe je best, en als je goed je best doet en goede cijfers haalt, dan komt het zelf wel goed. Ja, dat hebben wij ook, van, haal je diploma, ga solliciteren, dan kom je wel goed. Dan heb je goede baan, dan heb je het gemaakt. Zo werkt het niet altijd. In Nederland zeker niet. Je ziet ook waarom mensen sterk zijn. Ze zijn bij studentenverenigingen, ze hebben een netwerk. En via dat netwerk komen ze makkelijker aan de baan. Want Jan Willem weet, nou, ik speel hockey met Kees. En Kees' oom zit bij Unilever. Ik ga morgen daar solliciteren. Dus ik vraag even aan Kees, ik kan je een goed woordje voor mijn oom doen. Is dat in de theaterwereld ook een beetje zo? In de theaterwereld heb je dat minder. In de theaterwereld wat je wel merkt, is dat je gewoon, je moet ervoor zorgen dat je publiek opbouwt. En dat je constant bent in de kwaliteit die je levert. Okay. Weet je, daar gaat het om. En mensen zijn nieuwsgierig. Weet je, mensen komen naar het theater. Mensen zijn nieuwsgierig. Ik geloof ook dat 90% van het Nederlandse theaterpubliek, misschien zelfs 95%, is het niet naar kleurverschillen te kijken of naar etnische verschillen. Die willen gewoon een goed programma hebben. Als je nou met een zwarte kerst of een witte kerst een goed toneelstuk speelt, een goed toneelstuk blijft een goed toneelstuk. Een goede grap blijft een goede grap. Een van mijn onderwerpen van deze show is, per aflevering gebruik ik een ander onderwerp. Ik heb twee afleveringen. De een gaat over netwerken en de ander gaat over personal branding. Kijk. Hoe belangrijk zijn ze ook voor de theaterwereld? Want ik doe natuurlijk ook dingen buiten de theater. Ik begrijp inmiddels dat het belangrijk is. Ja, ja. Maar hoe belangrijk is het voor de theaterwereld? Nou, ik denk dat branding zeker heel belangrijk is. Want men moet wel weten wie je bent. Dus je moet ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk via social media, op allerlei manieren, jezelf promoten. Kijk als je in programma's kan komen. Weet je, mensen laten zien wie je bent. Dat kleine podia doen. Ja. Sorry, maar dat is mijn volgende vraag. Hoe kom ik bij de Wereld Draait Door te zitten? Je moet een goed verhaal hebben. En soms helpt het als je iemand daar bij de redactie kent. Maar meestal als je iets doet wat opvalt, dan bellen ze jou zelf op. Okay. Dus als je iets doet waardoor je plotseling in het nieuws komt en er is aandacht door meerdere kruis. Eigenlijk moet je bij één of twee kranten moet je ingang hebben die zeggen, hey, ik spring er bovenop, ik maak wat van. En dan komt het zelf bij de redacties te liggen van De Wereld Draait Door en RTL, Late Night en noem maar op dat soort programma's. Dus eerst in de kranten dan... Ja, want zij putten daar ook en denken, of via social media, als je plotseling een hype wordt op social media, als je ervoor kan zorgen dat je 2 dagen lang trending topic bent. Nou, dan valt het dat ook op bij de mensen van De Wereld Draait Door en RTL Late Night. En u weet zeker niet hoe dat moet? Nee, ik heb geen idee. Hoe moet je dat doen? Ja, kijk, je hebt sommige mensen doen het door zeg maar tegen de bierkaai in te gaan of tegen alles in te gaan door te shockeren of whatever. Ja, jij lijkt me niet de type dat wil shockeren om in het nieuws te komen. Dus soms is het gewoon een goed verhaal hebben, dat werkt al. Okay. Weet je, een goed verhaal is niet alleen een verhaal wat in jouw hoofd goed is, maar wat ook in Nederland als goed gezien wordt. Zeker als allochtoon hebben we bepaalde manieren vanuit zo'n cultuur die we meekrijgen waar we ons heel erg vast aan houden. Maar je moet wel in die cultuur opgaan om ook te worden opgenomen en mee te gaan. Moet je dan, want ik, maar ook heel veel mensen hebben dat idee, dat je je eigen dan een beetje moet laten varen. Is dat zo? Of kan je ook je eigen... Nee, je kan je eigen... Vaak moet je kiezen, ben ik Nederlander of ben ik... Nee, ik vind dat je niet moet kiezen. Kijk, ik zeg altijd, ik ben Nederlander, maar ik heb een Surinaamse identiteit. En dat zal altijd blijven, daar kom ik nooit meer vanaf. Ja. Maar dat maakt niet dat ik keuzes maak. Alle keuzes die ik maak, maak ik bewust. Weet je, en ik heb ook gezegd, kijk, toen ik begon, was ik over bepaalde dingen misschien wat milder, wat coulanter. Maar ik heb altijd ook geleerd, en dat is vanuit mijn cultuur, heeft mijn oma me geleerd. Je hebt 2 manieren om ergens binnen te komen. Je kan binnenkomen als een zwerm bijen, of je kan binnenkomen als houtluis. Als je een zwerm bijen binnenkomt, kom je binnen, je begint iedereen te steken met je mening. Wat gaan ze doen? Ze gaan kijken waar je korf van, ze branden het uit en je wordt verplaatst. Ja. Of je kan als houtluis binnenkomen. En wat doet de houtluis? Die maakt rustig zijn weg op een hele rustige manier in de basis. Niemand heeft het door dat hij er is. Tegen de tijd dat hij echt overal gevestigd is, is het te laat om hem uit te roeien. Want dan is hij onderdeel van die basis geworden. Ja. Ik geloof in die tweede. Als je het op die manier doet, weet je, niet met de fik, dan kom je er ook. Weet je, je moet ook leren om tijd te nemen en om goed je strategie te bepalen. Je moet een visie voor jezelf creëren. Van waar wil ik zijn over 3 jaar? Hoe wil ik? En een visie, dat moet je ook begrijpen. Heel wat mensen denken dat de visie is van, ja, ik weet hoe de wereld in elkaar zit, dus ik heb visie. Nee, een visie is de wereld maken zoals jij het wil hebben. En dus, dan moet je, dus het doel dat ik over 5 jaar in Carré wil staan. Dan moet je dat voor jezelf zeggen. Van hoe moet ik, wat zijn de dingen die ik moet doen om daar terecht te komen? Nou, in Carré te komen moet je ervoor zorgen dat je minimaal in de theaters als De Lamar en De Meervaart 5-6 avonden uitverkocht staat. Want anders ga je die zaal van 1700 man niet vullen. Hoeveel man komt hier straks? Hier heb ik straks 150 man. En daar ben ik ook happy mee. Want het zijn 150 mensen die 150 komen. 150 vind ik al best wel. Ja, maar dat zijn mensen. Nee, maar ik bedoel, ik heb ook voor 1700 man gestaan. Ja.
Weet je, maar het gaat erom, als je nou voor 1700 man staat, of voor 10 of voor 20 man, de mensen die komen, komen omdat ze jou geïnteresseerd zijn en jouw verhaal willen horen. Dus dan moet je ook alle energie en alle passie geven die je aan die 1700 man geeft. Weet je, dus het carré is mooi, maar ik denk dat als het echt een persoonlijk doel is, kan je het nastreven. Maar het moet niet je ultieme doel zijn. Je ultieme doel moet zijn dat je je boodschap kan overbrengen en dat je kan doen wat je leuk vindt. Ja, onze bedoeling met de show is dat we mensen vooral willen inspireren, maar ook willen verbinden. Dus met de spanningen spelen die in de samenleving zijn, maar dan op een positieve manier. Wat voor tip heeft u om dat, wat het doel is van ons theatershow, beter tot uitvoering te brengen en de mensen die straks in onze zaal zitten, echt aan elkaar te verbinden? Allochtoon, autochtoon, verschillende culturen. Nou, ik denk wat je eerst moet doen, is dat je moet ook vragen van waarom doe ik het? Wat is mijn reden waarom ik het doe? Doe ik het omdat ik echt een bruggenbouwer wil zijn? Of doe ik het omdat ik een leuk verhaal wil hebben en daardoor mensen naar mijn theater wil trekken? Nee, zeker een bruggenbouwer. Je wil een bruggenbouwer zijn. Als je die intentie hebt en je kan dat ook laten zien, dan komen mensen erin geloven. En dan kan je via social media, via Instagram, via Facebook en zo, kan je beginnen om reuring te creëren. Via je vriendenkring zeggen van, ik begin jullie dit met me te delen. Als 5 mensen delen en die hebben allemaal 100 vrienden, heb je al 500 mensen bereikt. En zo moet je steeds meer mensen bereiken. En tegenwoordig met Facebook en zo kan je zo gericht per plaats kan je... Ja. Voor 10 euro kan je gewoon de hele stad bereiken, als je goed verhaal hebt. Ja. En mensen triggeren. En daar moet je gewoon dingen voor gaan kijken. En ik kan je dan gaan uitleggen van je moet dit en dit doen. Maar je moet het voor jezelf ontdekken. Want wat voor mij werkt, werkt misschien niet voor jou. Weet je, dus je moet ook gaan kijken wat past binnen mijn persoonlijkheid. Wat zijn de dingen die ik graag wil vertellen? Hoe wil ik het doen? En op die manier moet je dan ook gaan kijken welke mensen heb ik om me heen nodig om dat te bereiken. Je moet een dreamteam volgen. Vormen, want niemand kan alleen succesvol zijn. You need people to do that. Die heb ik ook. Meestal sta je alleen op podium, dus mensen zien Jurgen Rijmen. Ja, nee, maar ik sta met mijn gitarist op het podium. Ja. Ik heb een technicus die alles in de zaal doet. Ik heb mijn dochter, doet tegenwoordig tourmanagement. Maar je moet ook bewust kiezen wie ik heb. Je moet niet iemand kiezen omdat je hem leuk vindt. Je moet iemand kiezen omdat je weet dat is iemand die een toegevoegde waarde heeft voor mij. En soms zijn het niet je vrienden. Soms zijn het mensen met wie je heel moeilijk door een deur kan. Maar ze kunnen je wel helpen om de next step te maken. En dat is ook prima. Dat is ook prima. Oké. Op zich wat u zegt van ik hoef niet bang te zijn voor racisme. Want die is er niet zo heel veel in. Nee, tenzij je het gaat opzoeken, dan moet je er, weet je, maar dan moet je zoeken stellen. Maar ik heb daar nooit last van gehad. Het is niet zo dat ik mensen erop wil betrappen. Nee. Maar ik hou er altijd wel rekening mee. Nee, daar moet je geen zorgen over maken. Want ik heb een boek geschreven en ik wilde hem in de Bruna bijvoorbeeld hebben. En dan waren de Bruna's die zeiden, allochtonen positief willen we helemaal niet. Maar dat is hun verlies. Kijk, je gaat altijd tegen mensen aanlopen die jouw verhaal niet willen horen, om wat voor reden dan ook. Je moet dat nooit als een tegenslag zien. Je moet het eerder als een uitdaging zien. Hebt u rituelen voordat u podium opgaat? Nou, niet veel. Ik heb met de jongens doen altijd een soort van sprongetje even, om elkaar op te peppen. Ik doe altijd een gebed voor ik opga, maar dat is gewoon vanuit mijn geloof. Ja, ik ben altijd dat ik een uur voor dingen dat ik even rustig zit en niets doe en dan gewoon mijn teksten in mijn hoofd doorloop. Oké. En nog een hele belangrijke tip voor mij voor straks dat ik de theater in ga. Durf op je bek te gaan. Oké. Dat is de allerbelangrijkste tip die ik geef aan mensen, durf op je bek te gaan. Want dan zien mensen de werkelijke jij wie je bent, omdat je er echt ook voor gaat. En dan merk je dat je echt, dan ga je zien hoeveel voldoening je ook ervan krijgt. Nou, dank u wel. Ik heb hier heel veel aan gehad. En nogmaals dank voor u. Nee, het was er genoeg. Heel veel succes en ik kom kijken als je in het theater bent. Absoluut. Dank u wel. En succes om meteen met de show. Dat zou wel lukken. Ik vond het een leuke interview. Ik heb heel veel gehad aan de tips. Ik hoop dat jullie wat vonden. Dat jullie ook dingen hebben geleerd vanuit zijn tips. Wil jullie weten wat de speellijst van Jurgen Rijman is? Check de link hieronder. Wil je weten wat de speellijst van Voorbeeld Allochtoon Theatershow gaat zijn? Abonneer je op dit kanaal, like ons op Facebook en dan zie je binnenkort meer verschijnen. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven van mijn verdere zoektocht? Abonneer je dan hieronder. Tot de volgende video. Ik ben wel laatst genomineerd voor Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. En daar stonden wel heel veel mensen van te kijken, omdat dat best wel altijd een hele witte organisatie was. Dus alle genomineerden zijn eigenlijk altijd wel gewoon blanke vrouwen geweest. En daar stonden ze dan best wel van te kijken, want ik hoorde wel van via van oh, dit is de eerste keer dat er een allochtoon dus genomineerd is. En dat vond ik wel frappant, dat ik dacht van, hoe dan?